Volg nummer 13. En ik hoop niet dat het ongeluk brengt, want ik ga deze week ga ik parachute springen samen met mijn vader. En ik zit in de auto samen met Thomas Berger. Veel kijkplezier! Vlog nummer 13. Ik hoop niet dat het ongeluk brengt, want deze vlog gaan we iets doen waar ik het nodige geluk bij nodig heb. We zitten in de auto richting huis. Kijk, de mannen zitten er lekker klaar voor. De troep zit allemaal in de auto, volgepakt en bezakt. De boot komt er gelukkig aan en we gaan lekker naar huis toe. Maar we gaan eerst even kijken wat we allemaal gedaan hebben op Texel. Tenminste, in zoverre. Waar ik geluk bij moest hebben is hetgeen parachutespringen heb ik samen met mijn vader gedaan. Mijn vader had het voor zijn verjaardag gekregen en ik sprong gezellig mee. En voor de rest zit ik natuurlijk weer in de auto met een collega-artiest. En wie dat is, zie je zo. Pascal. Pascal, zeg het maar. Wat gebeurt hier? Nou, hij wordt lekker zak aangetrokken in ieder geval. Oké, om wat te doen? Nou, we gaan de lucht in, we gaan aan een parachute springen en dan gaan we ermee doen. Ja, parachute springen op Texel, wat leuk. Ik sta met Mike toen. Hey! Wie is er nog bij? Mijn vader. Hoi! Hoi, goeiedag man. Hoe is het in? Goed. Ja, natuurlijk, zegt hij. Hey, wie kom je daarbij, parachute springen? Hij heeft het voor zijn verjaardag gekregen, dus... Oh, ga je gewoon mee? Ga ik mee, ja. Nou, leuk. Dank toch? Hey, mooi sprong. Oké, daar gaan we. Let's go!
Ja, daar ben je weer. Ja, super. Je bent eerst. Ja, super. Wat leuk. Ja, top. Echt heel mooi. Super. Onwijs blij. Echt, graag gedaan. Daar ben je weer! Sorry, dat is mooi! Zeg het even, hoe ging die? Ah, de eerste paar seconden, je buik gaat echt... Leuk even, toch? Ja, maar het is wel even gek hoor. Daarna ben je... val je, ding op en dan is het lekker naar beneden zweven. Ja, top, allemaal goed. Wat vind je de leukste? Ja, dat vallen natuurlijk. Ja, dat is bij vallen echt fantastisch. Graag gedaan. Slaap het ook wel denk ik. En zeker daar wil ik nog een keer doen. Nou, oké. Hey, dan zie ik je volgende keer. Doei. We zitten weer in de auto, we zijn weer onderweg richting een nieuwe gast die hier zo meteen naast mij gaat plaatsnemen. En dat is niet zomaar eentje, nee, dat is eentje die al vanaf jongs af aan echt aan de weg timmert. Heel veel cd's gekocht in Nederland, maar ook in Duitsland. Ik ben onwijs trots dat hij hier zo meteen naast me gaat zitten. Het is Thomas Berger. Oké, dames en heren, hij zit hier inmiddels naast me. Ja, de man met de mooie blonde manen. Ik wilde net dit doen. Thomas Berger. Hoe is het met je vriend? Ja, goed man. Lekker met jou? Ja, heel goed. Hey, het gaat goed hè? Ja, met mij sowieso. Heb je nog gewerkt van het weekend? Ja, nou, ongelooflijk veel ja. Shit, dat is niet normaal. Ongelooflijk veel. Snappelen. Echt, houden we van. Helemaal goed. En jij bent ook druk aan het werk, begrijp ik. Want ik moet je hier bij de Soundwise Studios ophalen. Want jij bent tegenwoordig niet alleen zanger, maar ook onwijs aan het schrijven voor heel veel artiesten. Ja, het is waar. Ik ben heel veel aan het schrijven. En het is voor mij echt ontspanning. Dus weet je, ja, dat weet je zelf ook, in het weekend ben je heel erg druk. Ja. En ja, dan doe je optredens en dan maak je heel veel mensen blij, hoop je. En, ja. En dan in, ja, door de week had ik op zich op een gegeven moment zoiets van, joh, weet je, ik film eigenlijk soms wel op sommige momenten. Mm-hmm. En, dan, en nu ben ik lekker aan het schrijven. En vorig jaar heb ik meegeschreven aan Leef van Andreas Julien. Oh ja, nou dus een klappertje geweest. Dat was wel echt heel erg leuk, ja. Hoe het is gegaan. En ik heb nu 3 liedjes voor René Vroeger, zijn nieuwe album, geschreven. Leuk zeg. Gordon voor zijn slotconcert en zijn laatste album. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Omdat hij gaat stoppen. Ja, precies. En ja, weet je, dus ik ben altijd wel bezig. Leuk hè, maar inspiratie genoeg dus. Ja. Altijd. En haal je dat uit je eigen leven? Ja, wel heel veel. Van wel wat je ziet veel. En dan maak je even een notitie hiervan? Of, wel heel veel. En het is heel belangrijk dat mensen als ze het luisteren, dat weet jij ook, dat ze gewoon zichzelf ermee kunnen identificeren. Precies, herkenning. Ja. Herkenning is zo belangrijk. Ja, hey, ik wil even met je naar het... naar het oerbegin, hoe het bij jou begonnen is. Je was namelijk heel erg jong dat jij begon, hè? Ja. Hoe jong was je dat je de eerste cd maakte toen? 12. 12 jaar oud. Ja. Hey, maar dat wilden wij toch in principe allemaal als zanger, hè? Zo jong al die succes. Nou, dat weet ik niet, want je mag helemaal niet werken. Nee, precies. Maar eigenlijk, als je dat vanaf de zijlijn bekijkt. Ja. Kijk, dus, dan zie je een Thomas Berger die pakken met cd verkoopt, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Nee joh, ik heb niks verkocht. Nee? Ik heb nog nooit op het podium gestaan in Duitsland. Oh, nou, ik dacht dat altijd. Of jij... Nee. Oh. Ik heb daar... Weet je dat ook meteen weer? Ik heb vijf weken terug voor het eerst op een Duits podium gestaan. Oh, cool zeg. En dat was voor een Hollands feest, voor een Hollands bedrijf. Oh ja. Dus... Oh, dat is een misverstand dan. Nou ja, goed. Ik weet het niet. Het is absoluut geen misverstand. Want vanaf dat moment vroeger... En ik noem het echt vroeger, want het is bijna al 15 jaar terug. Waar is dat zo bedacht? Ja. Oké, ja, muziek is dus jouw passie geweest vanaf jongs af aan al. Ja. Hey, en nu heb je zelf ook een kleintje. Zou jij dan hetzelfde stimuleren of zou je zeggen van wacht maar even? Nou, doe maar even relax. Ja. Ja, op zich. Kijk, dingen gaan zoals ze gaan. Nee, is ook zo. Weet je wel. Ik bedoel, als het erin zit, zit het erin. Als het erin zit, ik heb hele mooie dingen zien ontstaan natuurlijk ook met de Voice Kids, weet je wel. Ja. Als je daar naar kijkt en er loopt zoveel jong talent ook rond. Dat is wel mooi en ik heb heel veel geluk gehad dat ik de baard in de keel heb overleefd als artiest. Ja, dat is ook nog een dingetje. Oh, dat
was zo spannend. Hè? Want als je nou naar bijvoorbeeld een Jordi van Loon kijkt, ja, dat is ietsje minder afgelopen. Waar is het van ontwikkeling. Maar zo zijn er Jan Smit is redelijk goed doorheen gekomen natuurlijk. Ja. Jij bent er goed doorheen gekomen. Maar het is toch wel een dingetje dat je denkt van ja, op een gegeven moment je wordt ouder en je krijgt die baard niet heel. Ja. Dat moet toch goed ontwikkelen. Ja, je moet dat oefenen. En op een gegeven moment, weet je, als het zo is, dan is het zo. Bij mij is het gelukkig alleen maar heel goed gegaan. Maar het lijkt me verschrikkelijk om, als je stem kwijtraakt, zeg. Jeetje, dat je zo mooi. Heintje Simons bijvoorbeeld. Ja. Oh, ik heb vroeger zoveel liedjes van hem geluisterd, ook gezongen. Weet je, Mama, Ich bau dir ein Schloss. Trouwens wel een Duits liedje, maar dat kent iedereen. Ja. En dat was heel hoog en mooi. En hij heeft toen ook de paardendeel gekregen. Is wel goed met zijn centjes omgegaan. Heeft heel veel paardenstallen volgens mij in Limburg. Maar dan nog mis je iets en dat is je stem. Ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Want dat is en blijft je passie. Als je het dan niet meer zo kan doen zoals je het voorheen doet. Zo. Lijkt me heel vervelend. Ja, maar het is niet gebeurd. Nee. Hey, en optreden gaat dus allemaal lekker. Hè? Doe je nog veel met die sterren? Hoe heet het ook? Sterren on Tour? Ja, Sterren on Tour is een hele goede opdrachtgever. Ja, maar ook daar sta je vaak met band op. Ja. Met band doe ik ook heel veel dingen. Dat is echt heel leuk. Ik heb een fantastische band. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb dat namelijk een keertje gezien, dus vandaar dat ik het... Ja, maar het geeft, een band geeft zoveel meer dimensie aan een optreden. Het versterkt jou. Alleen maar als zij jou kennen, weet je, als muzikant, maar ook als artiest. Mm-hmm. Dan kun je samen, voel je elkaar heel goed aan, weet je wel. Ja, dat mooi is fijn. Dat. Leuk werken. Ja. Hey, nog leuke dingen in het vooruitschiet? Ja man, volgend jaar zit ik 15 jaar in het vak. Echt? Zo lang alweer. Zo lang alweer. Ben je zo'n oude lul? Ja. 12, nou, reken maar even thuis, hè. 12 plus 15. Ja. Dus ik ga wel een groot concert geven. Leuk zeg. Meerdere denk ik, tenminste dat is nu de planning. Dus, vol programma had ik me aanbevolen. Ja man, hey, kom op. Zo, weet je. Ik bedoel, misschien had ik niet te veel moeten zeggen, maar ik vind het wel heel leuk om wel te doen. Ja, tuurlijk. Dus dat is wel tijd voor een feest en voor wat leuks. En, ja, ik kijk daar wel naar uit. Ik vind het maken van concerten zo onwijs mooi. Weet je, veel mensen tegelijk je liedjes laten horen. En, precies, het is helemaal voor jou. Hè? De mensen komen echt voor jou. Ja, en samen zingen gewoon. Dat is het mooiste wat er is. Het verbindt heel erg. Ja, precies. Ja. Hey vriend, mijn gasten gaan altijd even een liedje zingen. Voor jou hebben we iets uitgekozen wat je gedaan hebt bij... De beste zangers. Ja, bij de Tros. Laten we dat er even bij pakken. Dan laten we wel zien hoe goed jij eigenlijk kan zingen. Oh, wacht. Die is niet. Nee, die is niet. Want zingen kan niet, dames en heren. Hij zal er even bij zijn. Ja. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zo lang het er maar is, was je nog maar even hier bij je. Kon ik nog maar even van je leren en wat ik niet eens meer wil proberen, omdat ik je zo mis, kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zo veel aan je vragen. En wat doet het ongelooflijk veel pijn? Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat. Ik voel jou. Dankjewel. Jij hartstikke bedankt voor je komst, jongen. En dat je op mijn auto wil zitten. Ik zet hier even onderin, dat weten jullie inmiddels wel. Alle linkjes van Thomas. Hij heeft namelijk een YouTube kanaal. Hij heeft een website. Noem het allemaal op. Ik zet het hieronder neer. Dan ga ik zeggen, tot ziens, tot de volgende keer. Abonneer nog even op mijn YouTube kanaal. Vind het leuk. En... dan zien we jou volgende week allemaal weer. Bye bye, dankjewel! Yo!